We gaan net zo door met volgorde van oefeningen. Om een beetje waar het voor was. Om die bodem te pakken. Maar dan mag je ook even wat blij krijgen, zeg. Om warm te lopen. Dit is nog niet het geluid. Als je in het concertgebouw staat, is het net te laag voor ons allebei om gehoord te worden op de achterste rij. Want wij zijn sopranen, het is nog net dat net onder ons niveau. Ik heb gewoon ik heb gezegd. In Nederland, daar kwam het verhaal over dat examen vandaan. Ja. Toen ik dus een examen ging doen met een klein bereik, toen kreeg ik een diploma en ik had klassieke solo zang had ik in mijn broekzak. En toen heb ik gezegd, oké, en dat was dus mijn zoon, ben ik het ook met mijn broer genomen, die is net zo, ook zo groot en ook, oké. Dan ben ik een Nederlandse alt. In Nederland vinden ze mijn alt prima. Als ik hier doorga voor een alt en ik word betaald, prima. Ja. Maar in Italië ben ik een sopraan. Oh, dat is een geweldige sopraan. Ja, ik ben als barbershopzangeres, dat is ook vocallied. Dat is ook sopraan. Liedzangeres. Ja. Ja, en ik was bij het concertgebouw de eerste alt, dus een lichte alt, die had tweede sopraan, de eerste sopraan. En ik zei ijskoud op de auditie dat ik wel snel bij de tweede sopraan zou gaan zingen. Wat ik toen niet wist, is dat er meer jaren voor nodig waren. En je hebt de bodem nodig. In die tijd ging ik naar Amerika, ik was alleen, ik was hopeloos eenzaam. Had daar dan ook een eetprobleem door. Dus bodem was ver te zoeken. Dat was alleen maar vast. Oh. Ik vertelde zondag ook van mijn moeder, want dat is dan de rootchakra. Ja, de rootchakra. Dat mijn moeder mij. Dat is helemaal niks aan de hand, dus van niks hoor. Ja. Maar ik ben mijn stem kwijt. Ach man, wat erg. Ja, ik was gisteren was het allemaal nog goed, maar vanmorgen stond ik ook mijn stem kwijt. Ja, hoe gaat het verder met je? Nou, ik heb vorige keer een hele leuke man ontmoet. Ik zeg, man, je bent gewoon verliefd. Oké. En dan is jij als bodem weg. Juist. De bodem weg, zeg jij. Ja. Van de stress en de spanning. Oh, wauw. Ik wil eigenlijk niet zo. Het was zo. Je weet dat vrouwtje van de farmaceutische industrie, die had dat. Oh, die is 35 jaar mensen aan het beliegen en besteden. Oh. Ik heb een vriendin, Miranda Bakker, die is apotheker geweest, die ging optredingen maken. En die ging over voeding trainingen maken om mensen te helpen. Oh, die vond omdat ze ook, omdat ze vond, ik sta te liegen, ik sta in de apotheek pillen te verkopen. En iemand moet zeggen, stop met de gebakjes eten, met het bier. En dit vrouwtje, die had die stem ook niet, omdat ze zichzelf ongemakkelijk voelde. Omdat ze 25 jaar vond dat ze de mensen stond voor te liegen. Met de farmaceutische industrie. Dat is snel van één lijn dan. En dan hoe langer dat is, hè, dat je helemaal volledig... Hoor dat de bodem is. Ja.